vorige week in het Pfafs. Ja, dan mag jij. Dit is precies mijn Duits. Oh, Liam. Pas op. Ik ben verliefd op jou. Hey. Goed doen, hè? Allee, jong. Zo kon je er ogen. Say hello to your wife and two children. Ex-wife. But have a nice staying in Disneyland. Vanavond vieren de Gorische feest. Ze zijn uitgenodigd op de opening van Café de Kings van een goede vriend Sergio. Goedenavond allemaal. Alles goed? Dag. Goedenavond. Ook Samaria en Nicolas zakken af naar Lommel om zich in het feestgedruis onder te dompelen. Sergio. Samarieke. Bedankt voor de uitnodiging. Veel succes, jongen. Dank je, vriendin. In je jonge carrière. Dank je wel, Samarieke. Voilà. Ik had twee nieuwe glazen in. Er is geniet ervan. Mag ik u van harte bedanken voor dit prachtige geschenk, Samarie. Ah, ja. En ik hoop dat je in de toekomst is echt een etablissement gaat vinden. Hè? Waarvan je zegt, daar heb ik u zoveel jaar achter gewacht. Hier is het speciaal voor u, Samarie, de Kings. Ja, speciaal voor aan, hebben we het. Bedankt voor de uitnodiging. Dank je, Rikje. Nicolas, goed, ja. Dan maak je veel succes, hè. Bedankt allemaal. En op de zaken. Samarieke. Heel vriendelijk bedankt. Heel vriendelijk bedankt. Zet het op, hè. Ja, Samarieke. Wacht, ik ga. Ik heb nog druk in gedachten, al die bloempotten al. Goed. Tuurlijk toch. Lommel komt Jean-Marie zijn vrienden Wendy van Wanten en Frans tegen. Frans' fysiek trekt meteen Jean-Marie's aandacht. Ja? Heel goed. Met jou? Alles goed, jongen. Een beetje bijgekomen precies, hè? Nee. Wordt hij goed gespanneerd, hè? Is hij weer verdekt, of niet? Nee, is hij aan het trainen, hè? Je ziet er scherp in. Maar is hij veel vermaard, hè? De zonnetje gelegen vandaag. Waar rood in haar gezicht? Je bent rood in haar gezicht. Lekker hier. Zonnetje? Zonnebank? Van in een hof te werken. Ja. Maar ik doe zaven nog mijn hof, hè? Ja, ik ook, hè. Nee. Klee. Ah, ja. Mag je niet. Sergio die een zaak begint, staat daar trouwens. Had je dat verwacht dat hij zoiets zou doen? Ja en nee, bij Sergio weet hij eigenlijk nooit wat hij gaat doen. Ik heb bijna aan Sergio. Maar verwachtingen heb ik er wel veel van. Ja, een zaak beginnen, we weten er alles van, dat is niet zo evident, hè? Nee, dat is niet zo evident, maar het is een compleet andere soort van zaken. Dus het vergelijk is zo. Heb je nog goede raad voor hem? Waar moet hij op letten? Ik hoef aan Sergio geen goede raad te geven. Hij heeft dit al eens gedaan. Hij kent dit. Hij weet exact wat hij moet doen, hoe hij het moet doen. En vandaar ook dat ik er rotsvast van ben overtuigd dat dat een ongelooflijk succes gaat zijn. Bij hem als cafébaas. Allee, jou, voor de zot, dat gaat een bom worden. Tijdens het feest praten Jean-Marie en Herman Schuurmans over een levensvisie die Jean-Marie hoog in het vaandel draagt. Als crisis is, wat moet je dan doen? Hard werken, creatief zijn en ondernemen. En als je dat doet, ga je misschien overleven. Je moet altijd werken, hè? Maar dat is altijd zo geweest. Ja. Ik ben dat nooit vergeten. Voilà. En je moet het druk leggen in de voetbal ook, hè? Dat de basis terug gaat. Voilà. En al de zeven, cut the crap. En eigenlijk, crisis is soms ook een voordeel om de keer het belangrijke van het niet belangrijke te onderscheiden. Van de luizen uit de pels te doen. Sergio heeft zware weken achter de rug. Hij heeft tijd nog moeite gespaard om zijn zaak uit de grond te stampen. Malke, mama, met de wacht. Zullen er iemand binnen en dat komt, hè? Zwart tot s'avonds, hè? Ik heb nog geen tijd om nog aan te wassen, hè? Ik heb nog aan de potbak van de keuken. Nog aan, hup, sigaar, hup, hè? De broek is veel te lang en alles. Is dat? Is, hè?
kan ik helemaal droog met mezelf de kleren om. Maar dat is zeer voor de afstand van de Duits. Die verfbroeken weg. Hè? Even een t-shirt of zo. Ja, ja, hè? Dat moet je deel van jezelf. Woon je nog in Alder? Ja, Alder. En waar ga jij nu wonen? Karma wil compacter wonen. En wat dat is, in het begin ben je allemaal groot, groot, groot. En als je wat ouder wordt, hè, is dat wij ook. Hè? Ja, maar ik dat huis gekocht heb in 83, dat was het huis. We hebben er een zwembad bij gebouwd. Altijd maar uitbreiden. Tennisplein. En enzovoort enzovoort. Ja, allemaal uitgebreid. Je moet dat allemaal onderhouden, hè. Het kost allemaal geld, hè. Niet alleen geld. Tijd. Maar je kunt niet doen. Ook al. En je komt er nooit niet. Vroeger aan mijn dochters thuis wonen, dat ging bij de Kelly een keer, met de Sam, eens drinken. Voordat ik slapen. Ja. Oh, hoor, vond ik er nog een dag boven. Waar gelukkig. Ja. Klaar kinderen kijken, verpakt je mee. Dan hebben we de lintje gezien dan een keer rechts aan vier dan vers drinken. En een beetje naar tv kijken. En hij is aan mijn weg, hè? Het leven moet op in, hè. Ja, maar... Zo dadelijk in de Pfafs. Ja. Hallo, goedendag. Het ding is... Ja! Ja, zo, zo. Goed, heel goed. Bij de Liebaars wacht Debbie een leuke verrassing. Nicola en Keanu bereiden voor mama een ontbijt op bed. Boterje. Dat prend du beurre. Wil je voor haar réveiller, Liam, d'abord? Ik moet alleen de eitjes, oké? Écoute, écoute. Tu vas d'abord réveiller. Tu vas lui demander d'aider. Nee, ik kan alleen. Allez, vas-y, va demander. Ik heb de eitjes. Oui. Zal je het eten van mama maken? Na de dood van haar trouwe viervoeter Kasper voelt Lindsay een gemis in huis. Maandenlang hebben ze erover nagedacht en nu is het eindelijk zover. De familie Volders gaat een nieuw hondje kopen. Dat is zo schoon, beestjes. Schoon is dat nou niet, hè? Ja, ik kies in het zwart schunde dan in het beige. Maar gewoon het feit dat dat al niet zo kiffert lijkt die van ons mama, dat vind ik al positief. Dat slopdraai kwijt van uw dag. Ik had nooit gedacht dat ik ooit nog een hond zou willen. Maar zo'n klintje. Ik vind dat ook niet verkeerd van meisjes, hè. Ik zie liever een zwarte. Ik vind een zwarte schinder. Maar ik vind ze zo schattig. Wat belt er dan niet zin in, hè? Ja, maar ze hebben nu geen zwarte. Pak dan een beige, een schat, moet dan aan je hoort. Nee. Dat past beter bij de zetel. Zeg, je moet geen hond pakken voor bij je interieur. Oh, wat moet dan aan je hoort? Beige, zwart, groen. Kenji en Shania hebben vandaag een belangrijke opdracht. Verkleed als echte rocksterren houden ze een modeshoot voor het blad Story. Hallo. Hallo. Geven jullie een handje, alsjeblieft? Ben je Joost. Kruis, kruis. En wie gaan we beginnen? Wie wil er eerst? Wie wil er het rapste ervan af zijn? Ja, maakt het niet uit. Kenji? Ah, dan gaan we met jou beginnen, schat. Oh, cool, gast. Is er helemaal klaar? Hoort die zus, na. Is het wel cool, hè, Kenji? Vind je zelf cool of niet? Als je zelf al een beetje cool voelt, dan is al de helft van de foto. Ik is goed, hè, met die gitaar. Dat ook. Ja, zo, is een beetje achteruit, zo. Ja, cool. En zing eens ja! Ja, zo, zo. Goed, heel goed. Je mag met je benen eens van meer in de lucht openspringen. Dat je zo springt. Ja. We gaan eens kijken op de computer. Volgens mij zitten er al een paar heel goede bij. Dat hadden we moeten doen, Kenji. Twee. Het is je vissers behoord, dat is het. Ja. Maar het is toch veel leuk. Mama heeft een vaste boek. Want het heeft veel gewerkt. Nee, dat is veel. Acht dagen. Je bent nog maar vertellen, maar dat is het goed. Ja. Papa, je wil ik opeen, want het is dangereux in de foto. Ja, want ik ga dan niet. Allez. Na een intensieve zoektocht op het internet valt Lindsay's oog op een hondje waar ze helemaal wild van is.
Holiday is nog beschikbaar, schat. Zie, wat een popke. Ik zal eens bellen, hè. Ja, goeiedag, mevrouw. Ik had een vraagje. Ik zag op de site dat de Holiday nog beschikbaar was. Hoe oud is Holiday? Nu dinsdag is het 10 weken, dus eigenlijk mag die... Je eerste. Wacht, hè. Dan ga ik... Ik ga het even bespreken met mijn man en dan bel ik u subiet even terug. Goed? Dag, mevrouw. Dag, dag. Wat kostte dat? 1100 euro. Maar een masker. Een Hollander, dat vind ik nog veel narier. Rijden we naartoe. Meen je dat? Ja. Nee, maar deze is ook jouw plaat. Hier is ze met gitaar aan het spelen, wat ze zien. Hè? Hier zit een gewoon kachje. Hier zit ook wel stoel, er zitten er sowieso al leuke bij. Hier zie je ze. Maar dat wordt dat meer, hè? Leuk. Dat is leuk. Hè? Echt zo, yeah. Na Kenji is het Shania's beurt. Om Shania op haar gemak te stellen, zorgt Kelly voor een speelse begeleiding. Om te luisteren, ik kan harder dan ik. Even stress. Ik ben zeker ervan. Okay. Jij moet roepen naar hem, hè? Ik ga 3, 2, 1 doen en dan, en dan moet je om te luisteren. Met je ogen open, ja. Hè? Okay. 3, 2, 1. Ja! Oké, dat was. Zij was gewonnen. Ik heb gewonnen. Zij was gewonnen. Ik denk dat je wel later gaat moeten. We gaan nog eens proberen. En doe die zo. Yay! En dan gaan we maar aan het hartje. 3, 2, 1. Yay! Ik ben gewonnen. Oeh, jij waart luid. Ja, ik heb je zus zelfs niet gehoord dat jij zo luid waart. Dus dat wil zeggen dat ik Kenji nu heeft gewonnen. Wanneer... Jij moet nu winnen, hè. 3, 2, 1. Yay! Yay! Dat was een goeie, Shania. Hey, mama. Hoe staat daar een beetje leunis op? Doe dat niet, oké? Ik krijg het ook, eentje. Ik doe het ook niet. Of dat is dat. Als je hier gaat. Dat is zo, hè? Oh. Eh, ben oui, mais non, tu dois pas laisser ça dedans. Oui, très vite. Oui. Want ze er net is. Ach, kom op, toch hier. Leerlijk het dan. Allez, attends. Domme toch. Kan je eieren dingen? Nu Dave en Lindsay hebben besloten dat ze het mopshondje gaan kopen, brengen ze broers op de hoogte van het leuke nieuws. Roesje, wil jij een hondje? Kijk eens. Wil broers een vriend? Wie is dat? Hoe gaan we die noemen? Maar die vrouw die was wel van, ja, en mevrouw, kan ik u dan ook nog eens een paar vragen stellen van hoe is uw gezinssituatie? En ik vind dat ook wel goed, hè, dat die er zo... Maar je bent zeker dat dat het via die website is, hè? Ja, 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 ja. Mopsclub of toestanden. Ja. Ja, 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 het is echt. Dus ik had hier en dan zo... Lelijke zit. Maar nee, dat is eigenlijk zo lelijk dat het schoon is. Maar dat is lelijk, maar positief bedoeld. Nee? Dat is echt lelijk, schat. Nee, dat is toch niet lelijk? Schat, dat is een lelijke hond. Na een welverdiende nachtrust krijgt Debbie van haar zonen een uitgebreid ontbijt aan bed. Mama. Oh. Heel warm, hoor je? Nee. Wat zie je hier, papa? Kom eens hier. Amai, amai, amai. Die mama wordt verwend. Wat speel je voor u, hè? Heb je dat zelf nog een pakje? En ik heb dit voor je gepakt. En ik. En jij ook. Maar hier zit toch bij je dit. En ik. Zo voor jullie was ik echt zo. Smakelijk. Dat moet niet. Voilà. En alles? Ja. Dank u voor het mooie ontbijt. Oh, nadat ze de kinderen bij de babysit hebben achtergelaten, arriveren Lindsay en Dave bij de hondenfokker in Enschede. En daar worden ze letterlijk overrompeld door mopshondjes. Amai, amai, amai. Ja. Hallo, goedendag. Hallo. Ja. Goedendag, mevrouw. Dat ging in de loop. Hallo, Dave. Rustig, rustig, rustig. Hey, dan moet je allemaal rustig zijn.
Dat is in de noof. Oh, kijk. Dat is zo schattig. Oh, papa. Mooi. Oh, maar ze is wel mooi, hè? We worden die allemaal zo struis? Met de jaren wel, ja. Ze is zo lief. Ze is echt schoon, hè? Ze is echt mooi, hè? De pap? De papa Mieke. Kunnen die veel leren? Allee, veel leren. Ik zelf doe er heel weinig mee, moet ik heel eerlijk zeggen. Zeg maar, behalve showen dan en onze dagelijkse omgang met hun. Maar ik hoor van mensen, puppykoppers van mij, die cursussen met ze gelopen, dat ze meestal de beste van de klas zijn. Is dat? Dus, ja, ja, echt wel. Met wat een cursus kapot buiten? Was er hier? Nee, cursus. Cursus. Ah, ja. Dat ze dan de beste zijn van de klas. Na de fotoshoot heeft Kelly met Nicolas, Debbie en de kinderen afgesproken om een nieuwe uitdaging aan te gaan. Ze gaan muurklimmen. Shania, dat is toch iets gemaakt? Kom hier. Kom hier. Doe dat maar met de mama ook. Kom hier. Kom hier. Ja, mag je proberen? Het is al op. Kom, we gaan dan eens naar beneden. En op het plezier. Voilà, het is gaan vandaan. En vlieuw. Dat wordt leer. Ja, 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 ja. Allez, viens. Allez, klim in hier. Oeh, oeh, oeh. Lintje en Dave zitten nog even samen met de hondenfokker om de laatste regelingen te treffen. Helena, alles goed? Ja, dit is het haakboekje, daar staan de alvensovers in. Dan heb je hier het maar als ik nog vragen heb, dan kan ik u altijd bellen. Ik heb liever dat u mij 10 keer te vaak belt als 1 keer te weinig. Ja, dan is het advies wat ik u kan geven wat voetbakjes aangaat. Ik heb met de mopsen de ervaring dat ze over het algemeen wat schrikken van die emaillebakjes, zeg maar. Je kunt beter een plastic of een steengoedbakje nemen om ze te voeren, want het is zo... Ze hebben natuurlijk die hele korte snuit en die wat bolle ogen. En als ze dan in zo'n metalen bakje komen, zien ze zichzelf in de bodem. En daar schrikken ze nog wel eens van. Dus dat is een ervaring die wij gedaan hebben. Dus vandaar dat ik het even erbij vertel. Maar we gaan er goed voor zorgen. Ze nu mag op je 2 oren slapen. Bye bye. Bye bye. Bye. In het sportcomplex laten ook de dames zich van hun beste kant zien. Nog eens? Nee, heb je er genoeg van? Dat is vreed, hè? Hey, klem dit. Waarom niet? Waarom niet? Dat was niet weer. Waarom moet ik klimmen? Omdat je zit toch zei, eet dat mee van mij, want ik heb geen hoogtevrees. Naar boven, kap. Lee is bijna tot boven dan. Ja, trek jij mij ook tot boven? Maar doe maar altijd zo van die dingen aan, ga je. Heb je dat nog gedaan, zie je? Nee, ja. Ik zit geblokkeerd. Ja, zeg. Gaat, kom aan, jongen. Hé. Nicola, kom, laat me zeggen wat je brengt met mijn evenwicht. Kom. Wat, laat me naar beneden. Maar ik doe niks. Laat me naar beneden, Nicola, je spant volledig goed. Ja, kijk, ik span dat niet op, kijk. Voilà. Dat ging vlotjes, hè? Vind je dat je vrij vlot naar boven ging? Toch eens dat je geen schrik, hè? Maar je moet naar boven gaan ook, hè. In de ouderlijke villa heeft Carmen andere zorgen aan haar hoofd. Aangezien er zoveel kijklustigen zijn, heeft ze notaris ingeschakeld om de ouderlijke villa te verkopen. Jean-Marie zelf mag de honneurs waarnemen om zijn huis officieel te koop te zetten. Ze hebben een plakkaat komen afgeven, Jean. Plakkaat. Van de Van Roosbroek. Je moet dat eens ophangen. Ik heb hier al plastiekjes, pas op. Plastiekjes klaargelegd. Oh, dan bellen ze niet meer. En soms altijd om de deur te bellen, dat is ook niet plezant. Waar moet ik dat hangen? Daar in die hoek zou ik dat hangen. Oké. Okay. Kom maar mee, kom maar. Dat is alles weer verkeerd. Nee, de poort is toe. Het muurklimmen blijkt voor Shania een ware overwinning. Vond het leuk, Shania? Weet je waarom dat ze dat niet wouden doen? Hè? Weet je waarom dat ze dat wouden doen? Van de Sam.
Nee, ze wouden dat doen om dan alle twee een beetje oogtevrees hebben. Maar de Liam die heeft geen oogtevrees, dat is nader aan te zeggen. Ik ben hoger dan Tiri. Oh. Als jij zegt dat jij oogtevrees hebt, dan heb jij toch heel hoog geweest, hè? Voilà. Hè? Ik denk dat dat een fopje was, mama, dat is oogtevrees, hè? Nee. Dat kan zeggen? Ja. En dan zitten die stripjes ervoor. Ja, die dan? Nee, pak dat maar hier. Eerst. Wacht, hè. Zeg het er maar in. Ja, wacht. Het is maar een goedje zo. En dan ga je daar rond. Komt het dan uit? Dat is maar bedenken, hè. Maar dan gaat dat licht niet zakken. En dan hopen dat we rap de scheer kunnen halen, voor dat er terug af te doen, hè. Hè? Je bent scheef bezig, maat. Ja, met de ophangen, hè. Ja, en dan aanspannen, hè. Oh, dan krijg je het, ze kunnen het lijstje schoon. Hang het recht. Dan denk ik zelfs dat de poort scheef is. Allee, verhoord. Weet je wat? We hebben niet een voordeel. Als de mensen niet passeren, vrienden ze toch altijd. Hè? En nou, dat is goed, jong. Dat denkt goed. Ik had dat toch dagelijks in de ogen of dat er nog hangt. Of dat ze dat niet meegeschopt hebben als souvenir of zo. Want ik kom er van alles tegen. Allee. Ja. Goed. Maar dan hebben we toch lang gereden, hè? 500 kilometer, zeg. Goh. Een hond. Na een urenlange rit zijn Lindsay en Dave terug van Nederland. De nichtjes en neefjes zijn in allerijl naar Lindsay afgezakt en staan te popelen om de nieuwe aanwinst te bewonderen. En een hond en die. Kijk eens, broers. Mag ik het eens pakken? Lief zijn, hè? Mag ik het eens pakken, tentie? Wat is dat, broers? Zie je dat het schoon is, hè? It's a picture moment, jong. Wacht, hè, mannen. Pas eens op. Ja. Denk het niet. Dan gaan we dat even hier doen. Alles. Ja. Dave ziet er alvast op toe dat het hondje de huisregels respecteert en zijn plaats kent. Wat doe je? En wat vind je ervan, Shania? Schoon. Mag ik het nu eens pakken? Ja. Maar voorzichtig, Shania. Wanneer Shania zich over de mopshond ontfermt, vindt Bruce het stilaan tijd om ook eens zijn hondje vast te pakken. Rustig, hè. Voorzichtig zijn, hè, broers. Want dan wordt ontje bang. Goed zo? Ja. Een lief ontje, hè. En hoe wil je ontje noemen? Met tranen van zijn ding. Hoe wil je ontje noemen? Hoe noemt u hondje? Waf-waf. Nee, dat doet u hondje, maar hoe noemt u hondje? Hoe wil je hondje noemen? Waf-waf. Waf-waf. Dat is toch geen naam voor zijn hond, waf-waf. Ook Carmen is ondertussen gearriveerd om de nieuwste pfaftelg te keuren. Zeg, heb je ook een vriendje? Het is precies van het balkon gevallen, Tontje, nog Carmen. Maar ja. Die vrouw zei wel ja, en toen vroeg dan ze van ja, wat is thuis en vonden die dan heel de dag alleen. Ja, mama, ik zit er heel de dag alleen op de bureau, dat is van een collega. Ah, die komt nog wel een bureau voor. Ze hebben niet allemaal gesteld. De avond valt en iedereen keert terug naar binnen om te klinken op de nieuwe aanwinst. Maar over één ding zijn de pfafs het nog niet eens, namelijk hoe het hondje moet gaan heten. Papa? Op de hond, hè? Ja, eigenlijk noemt ze Holiday. Wie? Holiday. Holiday. Ja, maar dat is op vakantie. En dan met de wazen bij, ja. Everyday Holiday in de huis. Everyday Holiday, altijd dat er een grondje ligt. Simba vind ik ook niet verkeerd. Ja, dat is lief voor de kinderen, vind ik. Dat is toch voor een jongen. Ook zo'n eentje, hè? Flair. Ik vind dat nogal zo flair. Ah, wel, dat is flair, hè? Ze heeft veel flair, dat wil zeggen dat ze veel streken en gesten en weet ik veel. Hè. Nee, mama. Flair heeft dan. Dat ze gewoon goed is. En wat voilà. Kava. Oh, oh ja. Eén verder leed dat wel zo'n hond, hè. Dat is niet meer de lulligste in huis, hè. Dat is
score. Hey, maar je ziet dat nog een andere poepkast. Maar nee, maar dat is gewoon, ja. Dat is niet... Ja, ik vind dat gewoon heel... Dat is gewoon heel lief en heel kindvriendelijk. Dat is zo leuk dat schoon begint te worden, hè. Ja. Slaap maar wel. Ja, die zijn alle twee zitten op jullie poep. Zo. Ja, geef mij kusjes, schat. Zo. Hoe noemt u? Hoe wil jij je hondje noemen? Waf, waf. Nee, dat doe waf, waf, schat. Ik vind die naam dan juist Simba vinden niet slecht. Hè? Simba? Zeg eens Simba. Die kinderen vinden dat niet verkeerd. Simba. Zeg eens Simba, broers. Simba. Ah, dat is lief. Amai, je bent flink, dat hè. Dat is flink, hè, schat. Dat is flink. Oh, zo lief, kusje geven. Wil je die Simba noemen? Simba. Simba. Zeg het eens. Simba. Oh, Bubak. Ah, Bubak. Feke, zeg eens Simba. Of noemen we hem Terminator, dat kunnen we doen. Simba. 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 Oh, dat is lief, dat is lief, broers. Kom. Bye-bye. Gaan we naar boven? Nee. Jawel, we gaan dat door doen. Zeg, gaan we dan Simba noemen of wat? Simba. Simba. Zo dadelijk in de Pfafs. Heren, voetbalverhalen. Hoe is het dan? Nee, ga, dat wordt een voetbalverhaal in Bayern. Dat speel ik een Alberti, ik, Augenthaler zijn vrouw, hun is zijn vrouw en de van Matthijs. De volgende dag staat bij de familie Volders alles in het teken van het hondje Simba. Vooral Bruce is gefascineerd door zijn nieuwe speelkameraadje. We zijn lief met hondje, hè, Bruce? Hoe noemt u hondje? Waf. Waf, waf? Ja. Nee. Simba. Simba. Oh, Simba, kusje geven, hè. Lief zijn met hondje, hè, Bruce? Ja. Nicola en Kelly zijn afgezakt naar de ouderlijke villa om Carmen een handje te helpen met het vele inpakwerk. Nicola staat Carmen bij met het sorteren van de talloze foto's uit Jean-Marie's carrière. Oh, dat is van bij de pas. Maar u ziet tenminste nog meer enger, hè? Het is niet van de paus. Ik ken je. Moet u met de paus? Dat moet er tussen. Dat is van de. Dat is een de grote. Is de politie? Ja, dat is politie. Jij zet. Oei, oei, Nicola. Heren. Voetbalverhalen. Hoe is ze vrouw? Nee, ga, dat worden voetbalverhalen in Bayern. Heren, dat wil ik een Alberti, ik, Augenthaler zijn vrouw, hun is zijn vrouw en de vrouw van Matthijs. Ja, ja, maar stik dat op, al is weer veranderd, is, hè? Dat is allee, doe maar niet een jongen zo. Heren, ze. Gebruik je vingers. Sorry, dat is het toe. Je moet dan helemaal aan de plaats van mijn vinger te brengen. Dat is een kabinetje van de zes dogs. Zo groot is dat. Het is die dat hij. Allee, toen was dat zo groot. Het zal nou misschien wel iets anders zijn. Allee, jong. Ja. We hoeven niet graag, hè. Dit is ons Carmen. Wat dat aan? Wat was dat van Pelse vraag? Mama. Oh, dat was in het pad, mode, hè, jong. Nicola, wil jij niet knopen maken? Ja. Zeg, maar kom het even foto's gaan zien. Stik dat allemaal. Ik zal dat toch allemaal moeten meepakken, hè. Gaan we een beetje buiten spelen met de wolf? Ja. Kom. We gaan de oefjes eerst laten pipi doen. Dat moet van voor, maar niet van achter. Dat wordt, anders wordt papa zot. Pipi doen daar, hè. Allee. Hop. Pipi doen. Hier is al gras om te eten. Feke, hoe noemt de wolf? Simba. 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 Luister dat dat doe, broers. Het is ongelooflijk. Kom. Kom, Simba. Nee, broers, je niet pakken, hè. Papa pakken. Kom. Duvel. Zwarte duvel. Carmen gaat uiterst gestructureerd te werk tijdens het inpakken. En ziet erop toe dat Kelly even nauwkeurig werkt als zij zelf. Krijg ik het opeens koud? Ja, pa.
Zal als een beetje snotten zwieten. Ik doe meestal eerst zo. Dan zit hem al, omdat dat gemakkelijker is. We moeten verder gaan, hè? Bij de volgende. Zullen we dat eens checken, hè? Check dat eens, hè? Dat blijft niet plakken. Dan ja, maar goed, ik even tegen. Nee. Ik zal eens laten zingen dat ik dat doe. Hè. Ik pak dat zo met mijn hand hier. Ja. Dan, up. Even. Yes, Adam? Al even rood. Dan mag je erin zien. Och, moest hij zweten. Bij de familie Volders heeft Dave nog veel werk met de zindelijkheidstraining van zijn nieuwste huisgenoot. Ella, kom eens hier. Dat mag niet, hè. Wat is dat? Dat is kakkebaai, hè. Dat is vies, hè. Dat mag niet, hè. Daar, kakka. Daar, kakka, zijn, hè. Vooruit. Daar, kakka doen, hè. Viesrik. Je hoeft toch, hè. Ook Nicolaan snapt niet aan het strakke inpakbeleid van zijn schoonmoeder. Oh, Nicolaan, nee, jong, pak een schaar. Waarom? Allee, nee. Mijn tafel. Ik ga dat niet tegen tafel doen. Nicolaan, met een schaar, alsjeblieft, dank u wel. Heb je geen plakband? Leg dat terug, hoor. Je moet die plastic doorleggen, dan de volgende volgende. Nicolaan, gewoon een los plastic en dan de volgende volgende. Nee? Ga je dat niet inpakken? Dat is toch makkelijker? Maar ik ga dat zo doen. Zeg. Je plastic dat tussen stoppelen. Voilà. En de volgende vals erop. Nee? Oh, we hebben nog een. Volgende week in het VAFS. Ja, oh, inderdaad, oh. En als je merkt dat het niet veilig is of zo, gewoon een puntje opnieuw spelen, want anders is mijn raket hier akkoord. Dus. Ah, dan moet je het ook met mijn kamer. Ah, dat is awesome. Goed, hè? Is het goed? Ja, ja. En nu kijk je dan ook. Doe ik hier? Wow. Kijk, Jano. Wow, lief. Kijk, Jano, Jano. Super. Weet je wat dat is? Dat is wel vies, hè? Allee, hier het zeg, Gloritje. Onze moeder komt in de pas. We moesten allemaal doen. En we zorgen voor een drank. Drank? Eén keer, zeg. En we moesten...